Beste kijkers, de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi, is op zaterdag 8 augustus 2020 vertrokken naar ons buurland Guyana. Het is zijn eerste internationaal bezoek. Op het vliegveld Zorg en Hoop spreken wij de president over het bezoek dat hij brengt aan Guyana. President, uw eerste internationale bezoek naar Guyana. Waarom heeft u ervoor gekozen om Guyana te bezoeken, in dit geval de inauguratie van de nieuwe president? In de eerste plaats omdat ik een uitnodiging gehad heb van de net gekozen nieuwe president van Guyana. Tweede is namelijk dat wij deze uitnodiging goed bestudeerd hebben tegen de achtergrond van waar we als land nu zitten, de regio. We hebben COVID, we hebben beperkingen. Maar het is belangrijk dat je op die uitnodiging ingaat vanwege verschillende redenen. Guyana is niet alleen een buurland. Er is zoveel verbondenheid met deze twee landen. We hebben grote gemeenschappen in Suriname die hun roots daar hebben. Aan de andere kant zie je dat er hele sterke handelsbanden zijn. We hebben gezien de afgelopen periode dat er ook veel investeringen van Surinaamse bedrijven zijn geweest in Guyana. We hebben vriendschappelijke betrekkingen. En ik weet dat je als president nog meerdere uitnodigingen zal krijgen. Maar het is belangrijk dat je begint bij je buurland. Er zijn wat CARICOM-leiders ook uitgenodigd. En die zullen daar ook aanwezig zijn. Dus met die CARICOM-leiders zijn er ook bilaterale afspraken gemaakt. Los van een bilaterale bijeenkomst met de president zelf van Guyana. En uiteraard, ik heb gisteren een goed gesprek gehad, telefonisch gesprek gehad met de secretaris-generaal van CARICOM, de heer Larocque. En uiteraard zie ik hem ook. Maar nogmaals, er is een hele reeks van afspraken gemaakt. Conform de grondwet, wanneer de president er niet is, dan wordt waargenomen door de vicepresident. Natuurlijk, ik ben al lang in de politiek, maar in ieder geval voelt het heel goed om een keertje te mogen waarnemen als president. Dus dat is heel goed. En als er stukken zijn die getekend moeten worden, dan worden die getekend, maar dat is gewoon formaliteit. Het is gewoon waarneming en het is heel kort ook tot morgen. Dus wat dat betreft is er geen enkele programma. Wanneer de president voor een langere periode zou wegblijven, dan zouden we in overleg treden en dan zouden er opdrachten achtergelaten worden. U weet dat Suriname rijk is aan zoveel culturen, maar uiteindelijk één natie. We hebben zoveel nationale dagen. Maar dit is een bijzondere dag voor de Javaanse immigratie en de dag der inheemse. Dus van hieruit wil ik namens de regering alle immigranten van Javaans komst af feliciteren alvast met de dag. En de inheemse broeders van ons en zuster
ook feliciteren met hun dag.